De vorige keer bij Cliffhanger. En hoe zouden Dylan en Marit het vinden als jij weer bezopen op je werk aankomt? Wat is er aan de hand? Je hebt toch niet gedronken, hè? Je bent ontslagen. Ga maar even met je moeder praten, dan komt het allemaal... De eerste is uitgeschakeld. En nu Marit nog. Ja! Ja! Dit is perfect! Dit is perfect! Dit is precies wat ik nodig had. Gelukkig had mijn oma dit boek nog op zolder liggen. En waarom praat ik eigenlijk zo? Maar maakt het ook uit. Ik voel dat kwaad gewoon in dit boek. Geweldig! Oké, waar staat het? Juist! Hier staat het! Marit is verliefd op Dylan. En Dylan is een jaloerse sukkel. Zorg ervoor dat je Marit ziet met een andere jongen en maak hier een foto van. Dan is het zo gedaan en ontslaat Dylan Marit. Dit is het beste plan ooit! Moet ik nog een man vinden waar Marit mee vreemd kan gaan. Dylan, lieverd, schatje, prachtfan van me, liefde van mijn leven, op wie ik nooit zou vreemd gaan. Ik ga alvast naar het werk. Goed, lieve, tot straks! Rick, wat kom je doen? Mam, ik moest hier komen van de goddelijke goudgele rakker. Oh, die van... wie is die goddelijke goudgele rakker? Hij is de god der bieren, hij heeft me echt het licht laten zien. Moeder, ik zal nooit meer dronken worden, ik zal mezelf onder controle houden. Mag ik alsjeblieft voor thuis komen wonen? Goed, maar dan ook echt geen biertjes meer, hè, jongen? Maar wel een Jägermeister dan? Nee, ook niet. En een klein schrobbelaarsje misschien? Je bent nog niet binnen, hè? Nee, sorry. Ik zal me echt onder controle houden. Maar mam, ik ben wel ontslagen trouwens. Dag, mag ik u wat vragen? Bent u Gaston? Nee. Heb ik een prijs gewonnen? Nee. Ik wist niet dat het zo makkelijk zou zijn. Heeft mijn moeder een prijs gewonnen? Nee. Krijg ik een kortingsbon? Nee. Wilt u deze banaan? Nee. Dank u wel. Nu hoef ik alleen nog maar een realistische fotobewerking te maken en dan komt alles goed. Dan ben ik
eindelijk weer Dylan's enige werknemer. Hey Teun. Hoi Marit. Het is klaar. En nu verzet ik hem naar Dylan. Marit, ben je er nu pas? Volgens mij was jij eerder vertrokken dan ik. Ja, sorry, ja, klopt. Maar ik kwam naar een interview op straat. Een interview? Met wie? Marit, je bent ontslagen! Hagen! Hagen! Yeah. Hij is de bode van onheil en kwaad. Een schande. Hoe durft hij? Hey mensen, dit was de 20e aflevering van Cliffhanger. Ik hoop dat jullie het spannend vonden. Wij in ieder geval wel. Maar ik heb best wel slecht nieuws. Dit was namelijk de één na laatste aflevering van Cliffhanger. En dat betekent dat de volgende dus de allerlaatste is. Dus je hebt nu nog een mogelijkheid om te reageren. Wat gebeurt er in de laatste aflevering? Laat de gekste dingen achter. En wie weet komt jouw reactie wel in de volgende Cliffhanger. Klik op het duimpje omhoog als je deze aflevering leuk vond. En bedankt voor het kijken. Doei! Later.